Suriname zal op 5 juni aanstaande herdenken dat 145 jaar geleden de eerste Hindoestaanse emigranten voet hier aan wal zetten. De regering heeft deze dag aangemerkt als een eenmalige nationale dag, gelijkgesteld aan de zondag. Vandaag starten de verschillende activiteiten ter gelegenheid van de viering van deze bijzondere dag. ATV-reporter Sishma Bizisser is momenteel in het NIS, het Nationaal Indoorstadion, waar de opening van de immigratiebeurs zal plaatsvinden. We gaan nu live naar Sishma. Dankjewel Henk. ATV is live in het NIS-gebouw. Zo aanstaande zal de opening van de immigratiebeurs plaatsvinden. De immigratiebeurs is ook wel bekend als de Upperwasi Millen. De organisatie ligt in handen van Stichting Organisatie Hindu Media en Lions Club Kwata. Ik sta hier met meneer Bhagwan Gangaram Pandey van de organisatie Hindu Media. En hij gaat ons vertellen wat er allemaal op de beurs te vinden is. Nou, in ieder geval, kijkers van ATV, kanaal 12. Zoveel. Welkom, goedenavond. Hier is de hotspot vandaag van de immigratieactiviteiten. Vandaag hebben we hier de immigratiebeurs, de Upperwasi Millen. En we hebben tegelijkertijd binnen ook de spirituele en informatieve educatieve beurs. We hebben de stands met landbouw, veeteelt, visserijproducten, de Orchideeënvereniging, de landbouwcoöperatie Kwata en een heleboel bloemenplanten en bedrijven doen buiten mee. We hebben NIS omgetoverd tot een beursterrein, wat het lang niet is geweest. Binnen hebben we de spirituele stands en aan de andere kant hebben wij de kunstenaars die allemaal hun tonen aan ons vertellen wat ze allemaal hebben. Zo direct gaat de vicepresident van de Republiek Suriname de beurs voor geopend verklaren. Daarvoor gaat de minister van Landbouw een toespraak houden. En de voorzitter van Stichting OHM, de heer Rajan Baldeo. En de president van Lions Club Kwata, de heer Raj Narayan. Dat zijn de sprekers. Daarna komen we naar buiten voor openingshandelingen bij de landbouwbeurs. Dan hebben we om 7 uur gaan wij 145 samaatsewaks, sociale werkers, ondernemers, dienstverleners, religieuze, culturele werkers gaan we eren. 145. Er waren meer dan 400 inzendingen. Een commissie is langer dan 6 maanden bezig. En we gaan vanaf 7 uur gaan wij de mensen eren, huldigen, decoreren met de nodige elan, met de nodige activiteiten. Dan hebben we om 9:30 de groep uit India. Radhika Chopra live, die uit India is gekomen eergisteren. Zij gaan hier optreden, het is een Bhojpuri groep. Zij gaan ons allemaal vergasten. Al de mensen die gehuldigd worden, hebben we vandaag gaan we bedanken voor het werk wat ze gedaan hebben. We hebben hier doktoren, culturele werkers, kunstenaars, journalisten, medici. Alles hebben we hier binnen om ze te eren. 145 mensen die heel hard hebben gewerkt en een voorbeeldfunctie vervullen in de maatschappij. Dat zijn we allemaal hier. Het is een gezamenlijk project. De beurs is een gezamenlijk project van OHM en Lions Club Kwata. En het andere deel is een gezamenlijk project van OHM en de Culturele Unie Suriname. Dat is het totaal initiatief. En het leuke van hier is dat er 20 organisaties in één gebouw samenwerken. De kracht van samenwerken. Dankjewel meneer Pandey voor het delen van deze informatie. We zijn nu live. En zo heeft u het dan gehoord. Zo aanstonds zal de opening geschieden van de Hindoestaanse immigratiebeurs, ook wel de Upperwasi Millen genoemd. Wij geven nu terug aan de studio. Dankjewel Sishma voor de live uitzending vanuit het NIS, waar vandaag de opening van de immigratiebeurs zal plaatsvinden.